Oud en nieuw. Wij zijn op dit moment in Den Bosch. Jullie hebben allemaal namelijk gestemd. En Den Bosch was degene die eruit is gekomen als winnaar. Dus we zijn hier nu. Voor de mensen die bijvoorbeeld op Eindhoven hebben gestemd. Of Bodegraven die ik zag langskomen. Groningen en zo. Jullie hebben het net niet gehaald. Maar misschien de volgende aflevering onder deze video kunnen jullie alsnog een reactie gooien. In welke stad wij moeten gaan stoken in de volgende video. En degene met de meeste lijsten gaan wij naar alle waarschijnlijkheid naartoe. Dus laat in deze video sowieso even achter in welke stad wij de volgende video moeten gaan opnemen. En degene met de meeste likes zullen we waarschijnlijk naartoe gaan. Maar goed, we zitten hier op een mooie locatie. Geef mij even over die camera. Met enige echte Bosnaar ZB. ZB is ook in de beelding, want heel toevallig komt hij een beetje uit deze streek. Ik ben een Bosnaar, man. Wat een streek. En we zijn hier op een locatie, mooi tussen de speeltuinen en zo. We hebben categorie 1 net ingeslagen bij de winkel. Mooi, mooi. Ja, maar die is groot, jongen, dat effect. Hey, daar moet je er gewoon een paar van bij elkaar doen, jongen. Nee, dat is gevaarlijk, het gaat nog steeds niet hoor. Zo, er zitten 36 in, hè. Zo krijg je een beeld. Je maken. Wat zei je? Oh, je mag een shell. Ga een extra kringetje maken van deze. Hè? Hij is het aan, hoor. Kijk wat hij maakt. Het licht is wel kut, man. Heksenkringetje. Van bloemetjes. Die is niet bij. Dit is geen kat 1, hè? Volgens mij wel. Volgens mij wel. We komen door die praten komen uit de kat 1, volgens mij. Maar dat is geen kat 1. Ja, leuk. Daarna zo meteen fonteinsnister van Aldi. Ik heb ook fonteinen bij me. Deze stinkt, joh. Ja. Aldi! Oh, die muur. Ja, deze is ook, hoor. Dan. De rook blijft wel lekker hangen hier, man. Ja, ja. Oh. Ja. Oh. Fantastisch. Oké. Hey, wacht. Alleen maar grondbloemen. Zijn je gewoon een doosje, 36 stuks. Een heel doosje grondbloemen in één keer. Ja, joh. Let's go. Ja, is goed, je gaat waaien, joh. Mooi, ja. Nou, dat was 2 euro. Hier, kijk deze schoenen. Ja, die. Ja, kom eens even met die uit. Eerst schoenen. Deze zijn van Jorgen, hè? Ze zijn allemaal gekleurd. Allemaal gekleurd. Ja. Die ja, ja, dinosaura. Nee. Oh, dat is wel ziek. Slecht, maar ze zijn een beetje groene sterren. Jorgen, jongens, jongens, goed spul. Er zitten gewoon een beetje groene sterren in. Deze is rood. Sleutje liggen daar. Ja, die daar, ja. Even uit. Daar, man. Zo! Ja, de mensen hier vinden het, niet zo leuk. Het is categorie 1 vuurwerk, dus het mag gewoon. Maar we zijn hier wel in een woonwijk, niet heel erg dicht op de mensen ofzo. We hebben wel een ruimte ertussen, maar ja, ik denk dat de politie zo meteen wel gaat komen ofzo. In Delft waren ze er al geweest in ieder geval. Mensen zitten hier een dikke heksenkring te maken, check maar. Daar. Voor mij werkt het niet helemaal. Sst, werkt je best. Dit is bepaald, hè? Ja, dit mag. Dit is categorie 1 vuurwerk. Nee, maar ik wil jullie plezier niet opnemen, maar kijk uit. Ja, ja. Als je een ombouw, dan komt de politiekerk bouwen. Ja, klopt. Shoutout. Abonneer op ons kanaal, hè? Ja, wij hebben Instagram. Ja? Abonneer op ons Instagram account, plannenboys-073. Oké, 073. En volg mij op Insta, timo.073. Waarom zouden ze dat moeten doen? Ja, omdat ik meer volgers wil. Omdat,
Als jullie klaar zijn. Zo. Ja, is goed. Oké. Okay. Dank u wel. Oh, shit, ben je een helemaal wild voor dit ding, jongen. Hier, ik koop daar. Hey, hey. Hou daar even, jongen. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Ja, wat zijn dat voor kerel? Het is nog wel warm, man. Warm in december. Ik moet er nou weer halen. Waarom schieten die weg dan? Ja, als je het stokje andersom nu. Ja, wel mooi dat het 31 december is vandaag. Ja, ja, wacht maar zo, hè. Wat maar zo warm. Ja, wie doet dat nou de hele tijd? Ja, jij? Ja, ja. Alleen maar een short aan heb je. Ik stoer, jongen. Zo. Ik zie je ook even nodig. Fuck, nou, hoor. Ik steek me aan. Hé, wacht dan. Zo. Boekeloketten, jongen. Jeetje, wat is hier aan de hand, jongens? Oud en nieuw. Wat een maf, jeetje. Zo, jongens. Cherry tomaatjes. Waar komen die vandaan? Wesley of zo. Ah. Ja, pak maar. Politie, politie! Want omdat jullie ook donders goed weten dat het niet de tijd van het jaar is dat het mag. Maar dit mag, het hele jaar door. Ja, dat is gewoon kantoor evenwerk, maar het hele jaar door. En die kun je nu al kopen bij de Big Bazaar. Kijk hè. Ja, als het zo is, dan is het geschikt voor particulier gebruik, alleen voor gebruik buiten huis. En dan staat hier Martijn categorie F1. Nee, die klopt. Ja. Dus dat nog meer vuurwerk, maar even niet. Ja, alles wat hier langs zit, van deze kant dicht. Ja, hier is de langste kant. Dan kan je allemaal bij de Aldi en bij de Big Bazaar. Ja, nee, dat is voor die mensen. Ja, alles op de langste kant. Het is weer zover. Het is weer zover. Ze zijn gekomen. Het is weer zover. Maar ja, weet je, wordt weer gestopt. Heel veel mensen weten ook niet dat het categorie 1 vuurwerk is. Ja, dat is het probleem. Wat het hele jaar gewoon mag. Op thee. Dus ja. Dus nou komt de politie daar als toe, jongens. Maar maakt helemaal niet uit. Wij gaan gewoon nog verder afsteken zometeen. Sowieso. Misschien ergens anders de mensen er last van hebben. Maar dat zien we zometeen wel weer. Nou, dat is niet wel aardig. Ja. En in Delft hebben we ook. Alsof ze in de politieauto bezig hebben liggen. Ja, meestal wel hoor. De buurt weet niet wat ze meemaken. Nee, joh, je hoeft niet te vegen hoor. Je hebt een beetje schuld gemaakt. Je weet gewoon, die thumbnail moet echt mooi worden. Ja, ik vond het daar. Cool op, denk ik. We hebben echt veel goed gemaakt. Het is net oud en nieuw. Dat is wel mooi. Jij hebt iemand een tas? Hey, wie doet de kinderhoes weg? Hey, ik doe net zoals ik ga opruimen. Wow, zo, op beeld. Ja, doe. Nou, wat vind jij ervan? Ik vind dit goud, jongen. Dit is aan beeld, man. Ik ken het wel eens. En ja, heel veel mensen weten nog steeds niet wat categorie 1 vuurwerk nou precies inhoudt. Maar deze agenten die weten er wel van, dus... Super chill. Ja, ze waren gewoon super chill. Gewoon, aan het begin dachten ze even, wat zijn die aan het doen? En, maar ja, als je gewoon netjes met de politie omgaat en gewoon netjes uitlegt dat het categorie 1 vuurwerk is, niet een grote mond gaat hebben of zo, ja, dan komt het goed. En er zijn ook heel veel bewoners hier zo die dan met een grote bek naar ons toe komen. Zeker. Maar... als je gewoon heel netjes naar ons toe komt, zoals die vrouw die daar verderop woonde, die gelijk met een bezem kwam van jullie kunnen het zo meteen opruimen, dan is het gewoon
sowieso een SO naar die mevrouw, man. Dat is gewoon een chille vrouw. Maar er zijn echt mensen die hier bijna gewoon ons willen vermoorden, man. Ja, echt, hè? Dat is echt bizar. Die vrouw het helemaal lijkt. En kom op, laten we eerlijk zijn, inderdaad. Zoals jij net zei, als iemand hier met een kettingzaag, of hoe noem je dat? Ja, als je van eens over hier met een kettingzaag heel te zaken, dat ja, of snoeien hier, ja, precies. Ja, ik had laten bij de buren al. Staan ze met een kettingzaak boom om te halen om 7 uur 's ochtends. Ja, daar word je wakker van. Dat is irritant. Maar als je overdag toch al wakker bent, ja, dan beetje knikken knetter bij je buiten hoort. Ja, precies. Doe je deuren dicht. Dat was een goeie. Ja, de herinnert weg gaat dit zo. Ja, die blieft ding. Ja, we gaan op dit moment eventjes op deze fantastische locatie een hekscreen maken. Alles fleuren we bij elkaar. Ja, beetje pakking gewoon even de bakken onder. Ja. Overal waar je komt heb je gezeur. Leg pakking even je dicht in het midden. Ja, ik denk al die lontjes nog even naar het midden doen. Maar dat, nee, dat maakt, dat gaat af, jongens. Eén afsteken. En dan al die grondbloemen eronder. Ze lachen dit. Dit wordt echt wel gaaf. Kut, dat zeg ik vaak. Dit is een fantastische heksenkring. Hij begint aardig groot te worden, deze heksenkring. Zo, veel plezier. Het is een echte Den Bossche heksenkring geworden. Wel, even dat grote afval. Ik ben benieuwd hoe groot de heksenkring wordt in de volgende plaats. We gaan nog raar. Waar komt dat allemaal vandaan? Zit hier ook nog in? Ja, ja. Hier zit nog zo. Let's go. Eindelijk schijt. Waar gaat hij aan? Ik heb echt schijt aan. Wat heb je daar zitten? Gestoordie. Gestoordie. Ik denk dat afstand nemen wel kost. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Hij viel. Hey. Ik zou nou wel gelijk hier weggaan, nou komt er wel een politie denk ik. Als je dit bij die vrouw deed, jongen. Ja. Lijkt boos, man. Ja mensen, dat was de video in Den Bosch. Vond je deze video ook zo leuk? Laat even een like achter, vergeet niet te abonneren. En willen jullie dat wij de volgende video in jullie stad komen? Dan moet je sowieso even een reactie geven op deze video. In welke stad wij moeten gaan afsteken. En degene met de meeste likes gaan we de volgende video naartoe. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Er waren heel veel kijkers bij SO en iedereen die er wat gedoneerd heeft aan Katri 1 vuurwerk en gezelligheid. Dus zet ook in de building. Check zijn kanaal sowieso ook even. En ik zie jullie bij de volgende video. Bye.